Innoveren is niet alleen nodig, maar ook mogelijk. Zo ontvang je gemakkelijk begeleiding of zorg op afstand. Kun je zelf je gezondheid op peil houden of thuis je gezondheid meten en deze informatie delen met jouw zorgverlener. Patiënten kunnen met slimme zorg geïnformeerd worden over een operatie of meer leren over een ziekte of beperking. Ook kan het jou helpen in je werk. Dankzij slimme zorg kan informatie bijvoorbeeld snel gedeeld worden, kan iemand meekijken en advies op afstand geven en kan het zorgen voor een snelle beoordeling. Slimme zorg en innovatie ondersteunen de professional, mantelzorger en patiënt of cliënt. Samen brengen we slimme zorg en innovatie weer een stap verder. Ja, beste mensen, en daarom bent u vandaag bij elkaar. Wat fijn is dat. Ik heet u van harte welkom. We zitten nog midden in een crisis en de mensen in de zorg staan onder grote druk door de toestroom van coronapatiënten. En helaas, de pandemie is nog niet voorbij. Tegelijkertijd leren we met elkaar belangrijke lessen. Bijvoorbeeld dat digitale zorg echt helpt om de druk te verlichten. En tijdens de eerste golf gebeurde dit uit noodzaak. Maar zowel zorgverleners als patiënten lieten weten hier graag mee door te willen gaan. Ook na deze crisis. Natuurlijk alleen wanneer het kan en wanneer het wenselijk is. Maar toch zag je na die eerste golf dat veel zorginstellingen terugvielen op hun oude werkwijze. Het is begrijpelijk, want veranderen is lastig. Maar wat zou het mooi zijn als we juist nu doorpakken met digitale zorg. Want ook na deze crisis blijft de drukte hoog. We zijn met steeds meer ouderen die steeds ouder worden. En dat is prachtig. Maar we hebben niet steeds meer mensen die in de zorg willen of kunnen werken. En dat blijft knellen. En slimme innovaties kunnen ons helpen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Voor ons en voor onze kinderen en kleinkinderen. En deze zorgestafette is bedoeld om van elkaar te leren. Om vast te houden wat werkt. En dat ook breed te gaan gebruiken. Want digitale zorg, zorg op afstand, blended care, hoe je het ook noemt, het is gewoon zorg. En daarom wil ik u vragen, wat kunt u doen om in uw regio de opmars van digitale zorg te versnellen? Zodat patiënten daar baat bij hebben. Zodat de zorg het beter aan kan. Voor nu en voor later. Bedankt voor uw inzet en heel veel succes. Ja, goedemorgen. Welkom bij de Slimme Zorg Estafette Etappe Noord. Wat fijn. De minister was er en wij zijn er ook. Ja, ja, en jullie zijn er ook. Daar zijn we heel erg blij mee. Welkom, René van der Most, mijn co-host van de dag. Ja, de derde. De derde, inderdaad. Ja, ik rouleer snel van partner. Ja. Maar heel blij dat je erbij bent. Welkom. Even zeggen tegen de mensen thuis. Heel fijn dat iedereen al enthousiast goedemorgen roept. Allemaal. Rindert, Frank en Nienke en Monique en iedereen. Jetsen. Maar, Jetsen, je hebt geluid. Er was even wat gedoe over geluid. Als je een vraag hebt over hoe het werkt met de verbinding, ga dan even naar helpdesk, daar kunnen ze je helpen. Maar ik zie dat het volgens mij allemaal helemaal goed is gekomen tot dusver. En iedereen roept al goedemorgen. Dus, dat hartstikke mooi. Goed na zo'n weekend met sneeuw en ijs. Inderdaad. Dat veel heel is gebleven. Precies. Wij gaan het weer hebben over hoe slimme zorg al ontwikkeld wordt en hoe dat ook vaart heeft gekregen door de crisis. En hoe dat voortgezet kan worden en ook hoe er veel samenwerkingen kunnen ontstaan. Hè? Toch? Daar hou jij van. Ja, vind ik leuk. En dat is ook een beetje mijn werk. Ja, zorg-innovatievorm doen we eigenlijk niet anders. Innoveren doe je samen, doe je met elkaar. Hoe ziet dat er concreet uit, dat forum van jullie? Ja, dat is een netwerkorganisatie. Een kleine netwerkorganisatie die dit jaar 15 jaar bestaat. Ja. Ongeveer 40 partners. En dat zijn partners niet alleen maar uit de zorg. Maar ook andere partners uit woningbouwcoöperatie, politie. Die eigenlijk kijken naar maatschappelijke thema's. En waar we proberen oplossingen voor te zoeken. Dus dat is totaal breed. En hoe zit slimme zorg daarin? Slimme zorg is een onderdeel daarvan. Okay, heel duidelijk een hulpmiddel om ook ons klaar te maken voor de problemen die in de toekomst gaan komen. Ja, dus jullie kijken vooruit. Ja, en slimme zorg is dus echt een beetje jouw kindje. Dat waar jij vanuit zorg en innovatie voor hem wel. Ja. Ik geloof daar heel erg in. Oh, goed. Dat gaan we ook vandaag proberen te laten zien. Ja. Van wat we allemaal in het noorden doen. Ja, dus we gaan de bescheidenheid vanuit het noorden een beetje loslaten. En we gaan eens even laten zien wat we kunnen. Dat is nog steeds zo. Dat is wel leuk. Daar wil ik je heel graag over horen. En het is ook wel heel leuk dat we kunnen communiceren met iedereen. Ja, want eigenlijk zouden we dit natuurlijk eigenlijk gewoon in een mooie plek in het noorden willen doen. Ja. Maar ja, goed, kan niet. Nee. Noordelingen, we gaan in ieder geval vragen of jullie mee willen doen via de chat. Graag.
Ga daar vragen aan stellen. We hebben een aantal vragen die we ook gaan stellen. Maar zoek ook contact met elkaar. Ja, die vragen zijn dan weer de polls. En die kun je onderin vinden. Je hebt een chatfunctie, daar kun je alles in doen. Dat wordt ook, hè, het werkt weer, wordt er dan geroepen over het geluid. Ja. En polls die stellen we onderin, onder de chatfunctie, aan jullie. En we willen ook wel even weten uit welke provincie ze komen nu. Ja, nou, zo dat is dus even vragen, die eerste poll. Ja. Waar komen we vandaan? Groningen, Friesland, Drenthe. En misschien nog een categorie overige. Denk het wel. Stiekem wordt er gewoon meegekeken, hè? Ja, precies. Ja. Hey, maar en welke provincie werk je zelf? Wij werken voor de 4 noordelijke provincies, eigenlijk. Vanuit Groningen, dat is eigenlijk onze standplaats. Daar hebben we kantoor. En ik kom zelf uit de kop van Drenthe. Eelde, Paterswolde. Fijn. Ja, het fijn bij het meer. Dan kun je op vakantie gaan. Dat is hartstikke mooi. Ja, precies. Nou, leuk dat jullie allemaal meekijken en mee gaan stemmen. Gaan we zo zien uit welke provincie dan de meeste komen. Wat denk je? Voorspelling? De meeste zijn uit? Groningen. Groningen. Oké, we gaan kijken of dat zo is. Dat moeten we even, de stemmen moeten even binnenkomen. Ja. We hebben in ieder geval een heel gevarieerd groep deelnemers. En daar zijn we heel erg blij mee. Adviseurs, beleidsmakers, projectleiders, zorgverleners. Allemaal werkzaam bij zorg- en welzijnsorganisaties. Zorgverzekeraars, ook heel belangrijk. Onderwijs, ministerie, gemeente, patiënt, cliëntvertegenwoordigers, bedrijfsleven. Het hele pakket is aanwezig. Waarom is dat belangrijk? Ja, we moeten samen doen. Wat ik net al zei, van innoveren doe je samen. En daar heb je eigenlijk iedereen nodig. En dat zien we ook in het noorden gebeuren. Mm-hmm. Dat er toch echt wel samenwerking wordt gezocht. En dat ik denk dat dat de sleutel tot succes is. Je kan ook zeggen dat het vertraagt, hè? Ja, maar in je eentje gaat het misschien sneller. Ja. Maar krijg je niet het gewenste resultaat. Nee, en dat is dan ook te kortdurend waarschijnlijk als je het alleen doet. Ja. Nou, precies. Zeg, de vraag aan iedereen thuis of op kantoor of waar je dan ook bent, op de praktijk, in de instelling, is waar mensen tegenaan lopen in de regio, in jouw regio. Hè? Want we zijn eens even benieuwd naar het noorden. Zijn er specifieke problemen, obstakels, verschijnselen die de boel beïnvloeden? Zouden jullie dat dan alsjeblieft in de chat willen zetten? Dus typ gewoon even in wat voor jullie belangrijk is en wat je tegenkomt aan uitdagingen, zoals dat heet, om het netjes te maken. Wat is dat voor jou als we het hebben over de hele regio? Ja. Wat zijn de grote uitdagingen? Ja. Goed, als ik kijk naar Noord-Nederland, dan denk ik van, dit is natuurlijk een fantastisch gebied. Hè? Met veel ruimte, veel natuur, rust heb je daar ook nog wel. Ja. Wat stedelijk gebied, maar heel veel platteland. En wat we daar zien, is dat jongeren toch vaak wegtrekken. Ondanks dat Groningen bijvoorbeeld een studentenstad is en Leeuwarden een studentenstad. Ja, die twee heft dat een beetje elkaar op. Maar je ziet wel dat toch krimp is. Vergrijzing, worden steeds ouder. Ja. Healthy aging is eigenlijk voor Noord-Nederland toch een belangrijk thema. Hoe gaan we ons klaarmaken op toch een grotere golf ouderen? Grijze en, golf. Dat zit daarin. Daarnaast hebben we nog andere problematiek. Als op het gebied van armoede. Als je praat over rondom jongerenproblematiek die er is. Laaggeletterdheid. Dat zijn wel issues die spelen. En daar wordt ook met Armoede is een sterk punt. Welke jongerenproblematiek speelt er? Je ziet dat de jeugdzorg bijvoorbeeld in bepaalde gedeelten van het gebied. Want het is wel heel gemaleerd. Het is heel divers. Dat je ziet dat daar dat eigenlijk de aanmelding bij jeugdzorg dat bijna hetzelfde percentage is als in Rotterdam. Dus je ziet dat percentage. Dat is grootstedelijke problematiek eigenlijk toch wat meer in het platteland. Dus het zou een misverstand zijn dat vooral in de stad plaatsvindt. En dat is zeker ook in de noordelijke regio. Ja, dat misverstand had ik zelf ook. Ja? Ik ben 23 jaar geleden van Rotterdam naar het noorden gekomen. Je bent helemaal geen echte noordeling. Nee, het valt enorm door de man. Nee, goed. Ik heb mijn accent proberen te verhullen. Ja. Maar goed, toen kwam ik ook in Oost-Groningen op een gegeven moment. En ik had gewerkt in Rotterdam-West. Ja. En je merkte eigenlijk dat de problematiek die je daar ziet, dat die eigenlijk heel erg gelijk is. Ja. En dat... daar schrok ik van eigenlijk. En dat was voor mij een eye-opener. Dus ik denk dat het ook goed is om dat... Alleen die leeglopen, dat is dan... We hebben een eerste resultaat. Kijk, vertel. Waar komen de mensen vandaan? Vertel. Waar komen de mensen vandaan? En even kijken. Ja, 21% Groningen. Het meeste dus? Je had gewonnen? 20% Friesland. Dus het ontloopt elkaar eigenlijk niet zo heel veel. Niet echt. En 17% Drenthe. Ja, dat klopt dan. En overig? 41%. Zie je? Het is gewoon een brede belangstelling. Heel veel mensen uit al die fans uit de vorige regio's die meegekomen zijn. Kijk hier, samenwerken kost tijd. Ik zei het net al, zegt Elisabeth Floor bijvoorbeeld. Hè. Partijen zijn al fors overbelast. Dat maakt transitie lastig.
Ja. Vind jij dat, is ja. dat iets wat je herkent? Ja, nee, goed, wat dat betreft denk ik ook van god, er is heel veel om eigenlijk ook het hoofd boven water te houden, ook door organisaties. Dus ja, innovatie, dat is investeren. En ook in tijd. Ook in tijd, en daar moet je ruimte voor kunnen maken. Dat is nou helemaal zo, dat is eigenlijk altijd. Lage digivaardigheid wordt er hier genoemd. Ja, precies. Dat is Trace Flapper die dat zegt. Ja, ja. Ja, heel goed. Ja, ik denk dat Trace helemaal gelijk heeft. Want daarin, dat zie je denk ik ook als je praat over gezondheidsvaardigheden. Hè, waar met name dat laaggeletterdheid ook in zitten. Ook die digivaardigheid, dat gaat hand in hand. Gaat wel gelijk op. Ja, inderdaad. Nee, dankjewel. En ze zegt ook versnippering in inzet technologie. Naast de bekende vraagstukken van arbeidsmarkt, toename, zorgvraag en vergrijzing. Versnipperde inzet van de technologie, wat zegt jou dat? Nou, dat is nog wel één waarvan ik denk van ja, daar zullen we eigenlijk ook met elkaar in het noorden op moeten investeren. Er gebeurt heel veel, maar laten we alsjeblieft die samenwerking meer zoeken. Er zijn mooie voorbeelden waarin dat gebeurt. Je hoeft niet altijd het wiel uit te vinden. Nou, dat is ik denk zo. Dat dat heel goed is om ook dingen veel meer in gezamenlijkheid te doen. Het gebeurt wel op het gebied van technologie, dat mensen op verschillende plekken hetzelfde aan het uitvinden zijn. Ja, en dat is eigenlijk, en dat zie je eigenlijk op alle terreinen. Ja. Dat ik denk van goh, het is heel goed om te kijken. Ik kan me voorstellen dat wordt gezegd van goh, een regio is net iets anders of doe dingen op maat. Ja. Maar leer alsjeblieft van elkaar. Ja. Ik denk dat een. En dan moet je elkaar ook goed informeren natuurlijk. Even kijken hoor, Margret, welzijnswerk Midden-Drenthe, die zegt ja, hoe krijg ik die ouderen geïnteresseerd en gemotiveerd om er gebruik van te maken? Dus dat is interessant. Even kijken hoor, LVB onvoldoende in beeld. LVB? Mensen met een verstandelijke beperking. Ja, die zijn onvoldoende in beeld. En Karin Kalverboer zegt meteen, daar ben ik het mee eens. Is dat zo? Ja, ik denk dat die weinig of minder in beeld zijn. Maar wat we daar wel in zitten, is dat ik ook wel merk dat in organisaties waar mensen verblijven, bijvoorbeeld in beschermde woonvormen, dat er ook wel wat angstig wordt gekeken naar digitale ontwikkelingen. Van wat gebeurt er als iemand op internet zit? Hoe beïnvloed ben je? En internet denk dat is dat, en ik denk dat dat wel goed is. En dat zit denk ik ook heel erg wel, dat we zeggen van god, dat moet je eigenlijk wel op een verstandige manier ook begeleiden. Voorzichtigheid. Ja, maar goed dan. Ja. Logisch ook wel, hè? Inderdaad. Ja. Nou, het wordt allemaal gezegd hoor. Onvoldoende integraal samenwerken, de arbeidsmarktproblematiek. Want is dat ook aan de hand? Weinig. Nee, wat we zien is dat we zien dat met name natuurlijk. Hè, je ziet ook in het noorden dat er een zorgbehoefte die wordt groter. Ja. Maar we zien inderdaad wat ook al door de minister werd gezegd. Van ja, maar we zien dat we eigenlijk te weinig mensen hebben die daar kunnen zorgen. Dat zal de komende jaren alleen maar meer worden. En, ja, zeker. Dat is ook een van de dingen waarvan we zeggen. Ja, daar moet je dus nu in opleidingen. Moet je op gaan investeren. Ja, en dan moeten er wel en mensen blijven die kunnen werken. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, nou goed, een mooi voorbeeld is daar dat we bijvoorbeeld een aparte verpleegkundige opleiding nog in Emmen zijn gestart de afgelopen jaar. Ja. Waarin dus mensen een verpleegkundige opleiding in de regio kunnen volgen. Want gaan ze naar Groningen, dan ben je ze kwijt. En komen ze dan nog terug? Nou, dat zijn wel ontwikkelingen. Dus niet alleen maar slimme zorg, maar ook slim opleiding. Ja, dat is inderdaad ook heel erg belangrijk. Ik ben wel benieuwd eventjes naar de verschillende provincies. Want het is natuurlijk ook nog weer allemaal anders. Hè? Hier komt enorm veel inbreng door. Ja, er wordt gezegd dat er een stem en de redactie te horen is door een microfoon. Ik weet niet of dat zou kunnen. Mee te praten. Ja, die zit mee te praten. En mensen hebben ook de poll ingevuld in de chat. Hè? De ABC, dat hoeft niet. De poll die laat zien we altijd zichtbaar onderling, onderin. Te weinig mensen, te veel krimp. Nou, eigenlijk alles wat jij net gezegd hebt. Wat is typisch voor Friesland? Nou ja, wat we in Friesland zien is dat is ook wel weer het mooie. Van, je ziet wel dat daar kennisinstituten en zorgpartijen enorm samenwerken. Mm-hmm. Nou, we zullen straks ook het voorbeeld van de zorgverzekeraar hebben. Ja, dat hebben. Is fijn dat hij erbij is. Ik vind dat eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld. Hoe dingen ook echt gezamenlijk worden opgepakt. Ja. Dus eigenlijk heb ik daar wel een denk van, nou, het is een mooie proeftuin, die provincie. Dat is echt, Groningen hebben natuurlijk, daar speelt ook toch wel de aardbevingskwestie erin. Wat natuurlijk ook rondom gezondheid grote invloed heeft. Op allerlei manieren, hè? Op allerlei manieren. Ja. De stress die het oplevert. En, nou ja, je ziet dat dat ook wel een. Dat dat niet alleen maar in Groningen zit, maar dat je ook de afgelopen periode in Drenthe en Friesland ook merkt van hey, daar is de aarde ook aan het schuiven. Wat gaat dat opleveren? Dus dat zijn wel dingen. Windmolenonrust. Hè, waar zetten we windmolens neer? Dat zijn ook wel thema's die spelen in de bevolking. Ja, dat zijn grote thema's. Dus dat zijn echt wel dingen die ook wel wat. Die gewoon heel veel aandacht behoeven. En die gevoelig liggen natuurlijk. Nee, gevoelig liggen, dat is zeker ja. zo. Ja, ja oké. Okay. Ja. Ja, maar schets je dus eigenlijk dat in alle provincies wel een beetje speelt of steeds meer gaat spelen. Is er voor Drenthe nog iets specifiek? Nee, goed, wat we in Drenthe merken is, van daar hebben we eigenlijk
Dan zou je eigenlijk de provincie ook nog in delen kunnen delen. Je hebt daar de traditionele veenkolonie ook voor een deel in. Ja. Waar je, en de hoek Zuidoost-Drenthe. Waar je ook inderdaad de problematiek die je schetste meer ziet dan in de rest van de provincie. Mm-hmm. Maar goed, wat ik zelf al merk is van naast dat we die problematiek hebben, er is enorm veel aandacht voor thema's. En daar wordt ook flink op ingezet. En dat is, is mooi. Dus wat dat betreft is men daar ook wel... Ik wil wel eens kijken naar een paar voorbeelden. Die heb je volgens mij ook, daar hebben we krantenkoppen van te zien. Van dingen die al gedaan worden. Die al opgezet worden in de stemmenzorg. Ja. Precies hier. Ja. Nee, goed, er zit natuurlijk achter ieder kop zit wel een mooi verhaal. Ja. Maar wat ik zelf wel heel erg mooi vind is van Friesland. Daar zie je dus eigenlijk dat rondom de ouderenzorg echt samen wordt gewerkt. Anders werken in de zorg is daar een prachtig voorbeeld van. Waar een aantal zorgpartijen hebben gezegd van... goh, we gaan een aantal dingen anders doen. Hmm. Maar wat ze daar ook bij doen... en daarom vind ik dat anderszorg in de zorg zo'n mooi traject... we verzinnen niet alles zelf uit. Er wordt bijvoorbeeld met West-Brabant een samenwerking gezocht. Okay. Waarbij ook, die komen volgende week ook. Dus ik denk dat dat ook mooi is om dat ook te beseffen. Dat je ook moet gaan kijken van... goh, kan je ook dingen leren... uit andere regio's. Dat is eigenlijk ook wel een hele belangrijke. Die zoeken elkaar op. Hier, miljoenen en extra in de zorgtechnologie, Noorderbreedtezorg. Ja. Daar wordt dus echt op geïnvesteerd. Ja. En ik denk dat dat ook dat is ook nodig om daarop te investeren. En de beroemde, beruchte zorgrobot komt er toch aan in het noorden. Ja, dat is ook wel eens een beetje een krantenkop, waarin met name ook wel de koudwatervrees die er is. Is er, de technologie van, hoe ga je daar nu eigenlijk mee om? Die koudwatervrees, het is eng of het is nieuw. En nieuw voor de patiënt of de cliënt die het betreft. Maar ook voor de zorgprofessional. Ja. Dus dat is ook een belangrijk issue. Van, die moeten ook warm worden. Hoe neem je die mee om ook te laten zien dat het echt een meerwaarde kan zijn in je werk? Zeker weten. Nou, het is heel goed te horen wat jij vindt dat er allemaal moet gebeuren. Wat hoop je dat vandaag oplevert? Ja, ik heb zelf wel een beetje het idee van, we beginnen vandaag niet. Hè, want we eindigen vandaag niet. Nee. Maar ik hoop wel dat mensen contact met elkaar krijgen. Ja. En dat we geïnspireerd raken. Ja. Om echt ook, dus ik zou bijna willen oproepen, laat iedereen na vanmorgen een extra contact maken via de chat. Ja, gegevens uitwisselen. Ja. En kijken hoe we ook in de toekomst dan mooie dingen samen kunnen doen. We maken een soort slimme zorg estafette Tinder platform van. Gewoon graag roep op met wie je contact wil hebben. En dan kun je elkaar hier op de chat vinden. Zeg, je noemde het net al. En we zijn ook heel erg blij dat ze er zijn. Wij hebben behalve jouw wensen een heleboel interessante gasten met goede verhalen uit de praktijk. Mm-hmm. Ja. Ja, we zijn aan het wachten op de binnenkomst van Steven Hovenk. Want je zei het net al. Hè? Kijk, daar is hij. Dag Steven. Hallo. Ja, Friesland. Goedemorgen. Goedemorgen, Friesland zorgverzekeraar. René zei het net al, de samenwerking met de zorgverzekering is ook heel belangrijk, bepalend zelfs. Hoe staan jullie in slimme zorg, Steven? Nou, wij proberen dat in ieder geval te ondersteunen en te promoten. En dat doen we op verschillende wijzen. Enerzijds vanuit de zorgverzekeraar en het zorgkantoor. En de andere kant vanuit onze Ambi-stichting. Waarbij we nieuwe initiatieven, goede initiatieven proberen te stimuleren en meefinancieren om dat verder vorm te geven. Dat is interessant, want je bent de directeur van de Friesland Zorgverzekeraar. Hoe bepaal je welk initiatief je wil ondersteunen? Nou, waar wij in ieder geval naar kijken is of het op lange termijn ook duurzaam verder gebracht kan worden. Welke groepen van mensen of burgers erachter zitten. Hm. We kijken naar het idee erachter. Dus is het een nieuw idee of is het eigenlijk al bestaande functionaliteit die weinig toevoegt? Dus we proberen op die manier wel een soort keuze te maken in waar we wel en waar we niet in stappen. Ja, dat snap ik. Er moet natuurlijk een keuze gemaakt worden. En doen jullie ook aan vooruit financieren voor de ontwikkeling? Ja, wat je veelal ziet in dergelijke initiatieven is dat het niet in één keer van de grond komt. Nee. Dus je moet voorfinancieren. We hebben een aantal zaken waarvan we ook gewoon zeggen van het eerste stukje van het gebruik, dus het eerste jaar bijvoorbeeld, gaan wij betalen, zodat je het op gang kunt helpen. En daarna moet het zichzelf uiteindelijk ook wel kunnen bedruipen en duurzaam in de infrastructuur of in het zorg ingebed worden. Ja.
Steven, kan je iets zeggen over goede ontwikkelingen die jij ziet in jouw regio? Nou, wat volgens mij zeiden jullie het net aan tafel ook al. Ik zie een goede samenwerking onderling. Hè. Dus dat valt mij in ieder geval wel op. Korte lijnen tussen en gemeente, zorgkantoor, zorgaanbieders. Dus daar zie ik echt wel dat we goed op weg zijn. Mooi. Je ziet een aantal initiatieven, bijvoorbeeld Friese preventieaanpak, waarbij we ook steeds meer proberen gezamenlijk op te werken aan initiatieven. En niet meer dat ieder het wiel opnieuw houdt, probeert te vinden en van daaruit zijn eigen stukje wil inbrengen, maar dat we dat echt ook gezamenlijk doen. Dus daar zie je dat ook dat gemeente, de GGD, wij als zorgverzekeraar ook echt aan tafel zitten om dat neer te zetten. En daarbij ook. Ja? Jullie hebben een bijzondere ontwikkeling en die heet Dr. Epke. En daar denk ik natuurlijk meteen aan Epke Zonderland, maar volgens mij schrijf je het als app in de zin van technologie, hè? Ja, in dit geval schrijf je het als Epke, APPKE. Ja. Klopt. En het is een online huisarts. Dus het is functionaliteit van de online huisarts. Mm-hmm. Het is neergezet met verpleegkundigen die een aantal vragen zeg maar gewoon kunnen beantwoorden. De protocollen en de triage nalopen van veel vragen die er zijn bij cliënten. Precies. En bij burgers, want het is niet alleen voor onze eigen verzekerden. Daar zit ook een arts achter. Dus op het moment dat de verpleegkundige er niet uit kan komen, kunnen ze achtervang doen bij de arts. En uiteindelijk komt daar een advies uit. En we zien dat in ruim 50% van de vragen die er zijn, mensen ook in één keer goed geholpen worden. Dat betekent dat ze uiteindelijk ook niet meer bij de huisarts terecht hoeven voor het vraagstuk wat zij hadden. Precies. Ja, wat we nu aan doen zijn is een stuk doorontwikkeling. Dus daar zijn we met de Friese huisartsen mee bezig om te kijken of we beeldbellen met de huisartsenpraktijk via FaceTalker in kunnen krijgen. En ook of waar samen met Dokterswacht om te kijken of de achtervang eigenlijk vanuit Dokterswacht georganiseerd kan worden. Dank je wel. Gezamenlijk op in die infrastructuur zeg maar in Friesland en hopelijk ook in Noord-Nederland het... Dankjewel. Ik wil heel graag op jouw initiatief vragen aan de mensen die meedoen, deelnemers. Wat zij van zo'n soort plan vinden. Ben jij bereid om een verpleegkundige bijvoorbeeld, als je zelf degene bent die zorg nodig heeft, laten we ons even daarin verplaatsen, de verpleegkundige die foto's te sturen en of te videobellen. En stel je voor dat je iets mankeert en dat je dan iets moet laten zien. Dat kan natuurlijk van heel veilig naar heel intiem gaan. We zijn wel even benieuwd wat jullie als deelnemers daarop te zeggen hebben. En we kunnen nog even kort met Steven praten, maar dan moeten we het echt even hebben over dat PGO en dat wat vanmiddag gaat gebeuren. Ja, wat jullie doen, zijn actief betrokken als de Friesland ook met de persoonlijke gezondheidsomgeving. Ja. Daar is vanmiddag ook straks ook een deelsessie van. Waarom doen jullie daaraan mee? Wat wij belangrijk vinden is in ieder geval dat de burger ook meer regie krijgt, hè, zelfregie. Dus wat je ziet is, het is een mooi initiatief. Mm-hmm. Het gaat helpen zeg maar, op lange termijn een aantal zaken zeg maar, voor de burger makkelijker te ontsluiten. Ze kunnen zelf data toevoegen. Je ziet dat de samenwerking in de keten, dus tussen verschillende zorgaanbieders, dat die beter georganiseerd wordt. En met name de burger die zelf ook aan kan geven van deze mensen hebben toegang of mogen toegang tot mijn persoonlijke gezondheidsomgeving. Dat vinden wij gewoon belangrijk en daar investeren wij in. Ja. En het mooie is ook dat het een initiatief is met, even uit het hoofd, op dit moment al ruim 40 partijen volgens mij. En er zijn steeds meer nieuwe partijen. Dus je ziet ook dat je in die gezamenlijkheid het verder zou kunnen brengen. Ja. Steven, ik hoor een beetje van jou van dat er eigenlijk een heleboel dingen goed gaan. Hè? Zijn er ook dingen die beter kunnen? Nou, een van de vraagstukken die ik zelf al heb is enerzijds, hoe gaan we het zorgveld nog wat meer enthousiasmeren om gebruik te maken van deze digitale technologieën? Want het gaat echt wel helpen in een stuk ontlasting. En aan de andere kant, die hoorde ik net ook, de burger. Hè? Dus hoe gaan we het voor elkaar krijgen dat de burger er gebruik van gaat maken? Ja, zo is eigen het. Ervaring ook hoor, bij mijn eigen gezin ook. Er zit een soort belemmering op, maar als mensen het één keer gedaan hebben, dan zijn ze laaiend en willen ze niet al. Dan heb je ze overgehaald. We gaan je zo meteen weer horen. Ik wil vragen je om even mee te luisteren naar Margreet. Of heb je een uitslag? Ja, ik heb een uitslag van de poll. Dat is heel goed, laat maar horen. Ja. Steven, hou je vast.
Ben je bereid om de verpleegkundige foto's te sturen, ja, en of Viro te bellen? 88% ja. Oké, we zijn er. Dus volgens mij zitten we op de goede weg. We zijn er helemaal rijp voor. Ja. Okay. Maar een paar ook nog niet, dus er is nog werk te doen. Dankjewel, we zien je zo meteen en we gaan naar Margreet. Margreet Schuur. En zij is healthy aging expert. Mag ik je zo noemen? Ja, dat mag. Je geluid moet nog eventjes bijgesteld worden, maar dat geeft niet, want we gaan met je praten. Jij werkt ook voor de Hanse Hogeschool en je bevindt je echt op dat vlak waarin je partijen verbindt en ook de kennisinstellingen erbij haalt. Hè? Dat is waarom jij dacht, goed, Margreet moet hierbij, want die zit echt als speel in het web tussen zorg en kennisinstituten. Dus, dat is heel belangrijk. Ja, precies. Ja. Kunnen we je al horen, Margreet? Ik denk het wel. Nee. Ja, daar ben je. Hartstikke goed. Hartstikke goed. Hey. Luid en duidelijk. Hoe gaat het met je? Ja, prima. Ja, jammer natuurlijk als spin in het web om alles online te moeten doen. Dat, maar het went ook ondertussen, moet ik zeggen. En als ik zie het aantal bezoekers nu ook, niet alleen in Noord-Nederland, maar ook van buiten de regio. Dan denk ik, online heeft dus ook zijn voordelen. Dat is zo. Ja. Dat is zeker een van de voordelen. Healthy aging. Ja, we hebben het er al over gehad. Hè. Die vergrijzing in de regio, die is stevig. Dus dat wordt steeds belangrijker. Ja, dat is binnen de hogeschool en in onze regio natuurlijk een heel belangrijk thema. Niet alleen voor de Hanse Hogeschool, maar voor alle kennisinstellingen en ook voor de organisaties daarbuiten. Dus daar moeten we ook echt gezamenlijk een antwoord op formuleren. Ja, dat is waar. Ja. Margreet, de samenwerking die er is, kan je daar iets over vertellen? Hoe jullie dat hebben opgezet en met wie? Nou, als het gaat om slimmer zorg, dan zijn we eigenlijk al wel een aantal jaren bezig om vanuit de kennisinstellingen in eerste instantie die samenwerking vorm te geven. Dat gaat vanuit het MBO, Drenthe College, Noorderpoort College, maar zeker ook het HBO, NHL Stenden en ook de universiteit. Hè. We hebben ook een nauwe samenwerking met UMCG en de Rijksuniversiteit hierin. En dat gaat eigenlijk op allerlei verschillende manieren en in allerlei verschillende vormen. Ja, de telefoon gaat altijd leuk. Ja. Neem maar even op. Doe ze de groeten. Zeg je gewoon, hallo, ik ben in de uitzending. Oh, live in de uitzending. Ja, hebben we overal rekening mee gehouden, behalve. Dat maakt het live, daar zijn we juist blij mee. Je hebt in die samenwerking ook met die kennisinstellingen, wat voor soort onderzoek, kennis zoeken jullie met elkaar? Wij zoeken natuurlijk antwoorden op die maatschappelijke opgaven. Ja. Hoe geven die transitie vorm? En dat kan alleen maar met elkaar. En wat hebben jullie uitgevonden? Wij ondersteunen onderzoek. Hè? We initiëren onderzoek met onze practoraten, lectoraten, hoogleraren in het veld. Wij faciliteren onderwijs. Ja, zowel binnen de hogeschool voor onze docenten, voor onze studenten, maar ook voor professionals in het veld. We proberen kennis natuurlijk over te dragen, hè, disseminatie van kennis. Maar we proberen ook heel erg partijen bij elkaar te brengen. Dus we hebben het over zorgverzekeraars, maar zeker ook bedrijven. De zorg- en welzijninstellingen. Het is echt een ecosysteem wat je moet opbouwen om het met elkaar te doen. Hè? Want het gaat over die sociale innovatie, het gaat over de technologische innovatie en dat moet bij elkaar komen. Ja. Margreet, als we praten over ontwikkelingen en over samenwerking, dan hoor ik jou daar heel positief over. Betrek je ook ouderen vanuit de doelgroep ook bij die trajecten? Jazeker. Nou, jullie gaven net als voorbeeld het initiatief in Friesland, hè, met slimmer werken in de zorg. Mm-hmm. Een dergelijk traject doen wij ook in Groningen met 15 organisaties uit de VNV, hè, waarin we ook die organisatie, maar zeker ook natuurlijk de mensen die in die organisaties als cliënt aanwezig zijn, hè, om hun te bevragen. Ik zeg al, begin met die burger of begin met de cliënt. Want als wij niet weten
Welke vragen daar spelen, dan kunnen we nooit de vertaalslag maken naar de goede technologie en de goede implementatie. Dat is nogal belangrijk, hè? Laten we dat meteen gaan doen, stel ik voor. Als je mee zou willen luisteren, heel graag. Dankjewel, Margreet. We zien je zo meteen nog even terug. Dan gaan wij eens even praten met inderdaad een gebruiker. Ja. Zo kun je dat wel noemen. Klinkt een beetje raar, gebruiker. Een eindgebruiker. Iemand die toepast. Precies. Gert-Jan Bouma. Kijk, goedemorgen. Welkom. Gert-Jan? Sorry, goedemorgen. Hey, hallo. Ja, goedemorgen. Hey. Ik zal het knopje niet zo snel niet vinden. Sorry. Oké, dat geeft helemaal niks. Nee. Ja, je werkt bij de provincie Friesland. Ja. Ja, en je maakt gebruik van een slimme zorgoplossing, toch, Gert-Jan? Meerdere slimme zorgoplossingen. Mm-hmm. Ik gebruik voor mijn om de informatie op het scherm te lezen, gebruik een apparaat. Kijk. En voor ik heb een iPhone met spraaktechnologie en daarvoor gebruik ik onder andere navigatie, maar ook mijn thermostaat en de koffieapparaat bijvoorbeeld en de robotstofzuiger, die stuur ik ook aan met mijn telefoon. Oké, dus alles wat jou geschreven wordt, dat kan vertaald worden in tekst, zodat je het kunt horen. Oké, ja, dat helpt. En welke toepassingen ben je het meest bij geholpen? Welke heeft je leven veranderd? Nou, dat is natuurlijk sowieso mijn geleidehond, Noren. Ja. Dat is... We hebben je een beetje brokkelig, een beetje bevroren in beeld nu. Ik weet niet of het geluid nog doorkomt, maar je bent... dat is wifi, hè? Dat heb je met techno. Ja. En je was net zo fijn aan het vertellen over iets wat niet zo technologisch is, maar wel heel belangrijk. Je hond, Noren. Mm-hmm, ja. Ja, je bent en er weer. En qua technologie is het belangrijkste voor mij, denk ik, mijn braille-apparaat. Dat heb ik hier onder mijn laptop. Ja. En die vertelt dus alle informatie op het scherm in braille. Maar ook bijvoorbeeld mijn telefoon, navigatie. Ik gebruik navigatie om op onbekende plekken te komen. Ja. Ja, dat soort dingen. Ja. Loop jij dan toch ook nog tegen dingen aan waarvan je zegt, dit zou eigenlijk beter kunnen? Of hier heb ik last van? Kijk, heel veel dingen zijn zeker in Nederland ook al gewoon al echt super goed geregeld. Maar waar ik nog wel heel veel behoefte aan zou hebben, is bijvoorbeeld, we hebben een met die navigatie waar ik het net over had. Google Maps bijvoorbeeld, die pakt de route die het meest handig is voor iemand die kan zien. Maar dat is voor, als je niet kunt zien, niet altijd de meest handige route. Hè? Bijvoorbeeld, ik wil graag oversteken bij een zebrapad, als het kan. Ja. En soms is het bijvoorbeeld zo dat ik bijvoorbeeld het handigst kan oversteken bij een paal. Dan zou het handig zijn als ik van tevoren een route zou kunnen opnemen. Ja. En dat die dan de instructies geeft die ik van tevoren heb opgenomen. Zodat ik dan op maat gemaakte route, zeg maar, in mijn routeplanner kan. Dat klinkt heel, klinkt heel doenlijk. Lijkt me een toepassing die te doen moet zijn om te ontwikkelen, toch, René? Om de eigen aanwijzingen erin te voegen. Wij zijn trouwens heel benieuwd naar iedereen die meepraat. Of er ook slimme toepassingen zijn die jullie in je dagelijks leven gebruiken. En die helpen. Want dat is slim om zo te denken. Want je denkt ook, we doen het zelf ook allemaal. Wat gebruik jij eigenlijk? Oh, René. Gert-Jan is al weg. Of nee, ben je nog? Ja. Wat gebruik jij, René, bijvoorbeeld? Voor toepassingen technologisch? Ik moest hier vanmorgen naartoe komen. Ja, en, navigatie. Ik kwam in een parkeergarage terecht. Want we zitten in Den Haag, hè? Niet erg noord. Dus in een parkeergarage terecht. Mm. En toen dacht ik, dan moet ik nog naar die straat toe lopen. Dus dan gebruik ik toch even je navigatie. Ja, toch? Dat doet iedereen. Ja. Heb je het idee dat er goed met de gebruiker zoals jij meegedacht wordt in de ontwikkeling van technologie? Dat denk ik over het algemeen wel. Mooi. Ja, alleen wat ik, maar niet altijd. Hè, zoals bijvoorbeeld sommige, met name technologie die niet speciaal voor ons gemaakt is, bijvoorbeeld voor het bedienen van mijn koffieautomaat, hebben ze een app-update gegeven aan de app die ik gebruik om koffie te kunnen zetten. En nu is het niet meer goed te gebruiken met spraak, dat soort dingen. Dan heb je geen koffie meer. Dat is verschrikking. Dat is vreselijk. Nee, het wil nog wel, maar het is wel net iets ontslachtiger. Oh, ja, precies. Dus ze moeten die spraak goed in de gaten houden. Ja. Er worden hier ook al dingen gezegd, zoals sporthorloge, bloedglucosemeter, thuisarts.nl wordt er gezegd, de portalen van de zorgverleners, van die sportapps allemaal. Dat scoort heel erg hoog. Gebruik je die ook, Gert-Jan, sportapps?
Ja, alleen Strava voor het hardlopen. Ja. Dat is niet echt een sport. Dat is ook een sportapp. Die gebruik ik wel op mijn telefoon. Ja. En ik heb Dr. Epke een keer gebruikt. Oh, hey, hoe was dat? Hey. Weet je wat we doen? Ja, ik laat je daarover praten als we de anderen erbij halen. Dat is leuker. Dat is goed. Dus dan komen ze even terug, Steven en Margreet. Want dan kunnen we meteen even een live recensie horen. Ja, welkom terug. Nou, even kijken hoor. Steven, Gert-Jan die heeft Dr. Epke gebruikt. Vertel, Gert-Jan. Ik hoorde het. Ja, Ik was. Ik vond de hulp vond ik heel erg goed. En ik moest. Ik vond het een hele handige manier. Ik kon ook een foto's ermee sturen. Dat heb ik ook gedaan. Dat was ook super handig. Oh ja. Dus ik kon de app goed gebruiken met spraak. Het enige wat voor mij heel lastig was, er werd een vragenlijst gestuurd van ongeveer 12 vragen. En dan moest je per nummertje moest je antwoord geven. Maar als je je telefoon uitleest met spraak en je hebt 12 vragen en je moet die komen in één keer op je scherm te staan en je moet ze dan beantwoorden, dan is dat echt heel omslachtig. Ja. Dat zou per keer gesteld moeten worden. Maar ik snap ook dat te veel interactie is met dat weer te lastig is voor degene die aan de andere kant zit, de verpleegkundige of de doktersassistenten. Maar ja, dat maakt het even wat lastig. Maar over het algemeen denk ik dat het voor heel veel zaken echt een hele handige oplossing is. Zo zie je maar weer, Steven, dat je dus echt de informatie nodig hebt van degene die ermee moet werken. En in dit geval een visuele handicap heeft om te achterhalen wat er heel specifiek moet gebeuren. Waar ik nog zie het ook als een mooie doorontwikkeling zo. Ja, goede tips, ja. Waar ik wel benieuwd naar ben, we schetsen een beetje van wat er allemaal gebeurt. En ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar jullie alle drie, van welke volgende stap zouden we nou eigenlijk kunnen zetten in het noorden? Ja, en ook mogen ze ook over elkaar zeggen. Ja. Ze mogen op elkaar. Jullie mogen ook zeggen van, nou, ik vind dat de zorgverzekeraar is, of ik vind dat de kennisinstellingen is dit of dat moeten doen. Vertel, Margreet. Nou, wat bij ons een volgende stap is dat we ons simulatielab eigenlijk binnen de hogeschool. Wij hebben eigenlijk gewoon een ziekenhuisomgeving binnen de school. Ja. Dat we die veel meer willen inzetten om producten te testen en juist die sociale innovatiekant daarin ook meer naar voren te laten komen. Ik hoorde net al, jij gaf aan in de chat, er is overbelasting bij zorg- en welzijninstellingen. Mm. Waarom kunnen we nou die ruimte niet gebruiken om te kijken wat is nu de invloed van die innovatie op de workflow? Weet je, welk gewijzigd werkproces ligt hier nu achter? En als we dat goed in de gaten hebben en ook weten, het technische product, Gert-Jan gaf net al aan van dit en dit werkt bij mij niet. Ja. Als we dat aan de voorkant hadden getest, waren we daar al veel eerder achter gekomen. Ja. Voordat je hem gaat lanceren, voordat je hem gaat implementeren. Ja. En wij denken dat van grote meerwaarde is, zowel voor de zorg- en welzijninstellingen als voor het bedrijfsleven die de innovatie maakt, als wel voor de eindgebruiker. Ja, dus dankjewel. Dat is de volgende stap. En Steven, wat zeg jij als volgende stap? Ja, volgende stap zou voor mij zijn de dingen die we neer hebben gezet ook echt gaan gebruiken binnen de hele keten. Dus als je kijkt, we hebben hartwacht, longwacht als voorbeelden. Je hebt de handscan voor reuma-patiënten. Ja. Dus er zijn al heel veel applicaties beschikbaar en heel veel toepassingen beschikbaar. Alleen nou moeten we het nog gaan doen. Mm-hmm. Dus ik hoop echt dat de volgende stap is dat we binnen 3 jaar dat digitaal eigenlijk het normaal is, om maar zo te zeggen. En dat alles daarbij gewoon voor degene die dat liever hebben, dat die dat kunnen gebruiken. Maar dat het digitale, dat het normaal eigenlijk is. Ja. Wat is daar voor nodig dan, Steven? Als je zegt, die volgende stappen moeten we het gaan doen. Ja, enerzijds de burger verleiden volgens mij. Dus echt de burger actief betrekken en ook laten zien dat het leuk is en dat het handig is. Nou, volgens mij hebben we een hele mooie gebruiker net gehoord. Ja. Wat die ervaringen zijn. Dus deel dat soort ervaringen. En de andere kant, ja, er is ook een bepaalde schroom bij de specialisten, hè, dus de gebruikers in het zorgveld. Ik hoop ook dat we die kunnen verleiden, zeg maar, om het te gaan gebruiken. Want ik denk echt dat het leven van iedereen veel makkelijker kan maken. Ja. En dat daarmee werkdruk die er ook is, ook in de zorg, dat we die ook kunnen ontlasten. Want en nog eventjes over jullie. Nog even over jullie samen. Steven, als je denkt aan de kennisinstituten, welke kennis hoop je dat ze snel ontwikkelen? Wat zou je willen weten? Nou ja, kijk, er gebeurt heel veel op triage.
Dus met artificial intelligence kun je volgens mij heel veel triage inbouwen in bestaande apps. Die nog verder verbeteren en daarmee uiteindelijk voor iedereen nog beter toe kunnen laten passen. Ja, precies. Nou, Gert-Jan, wat zou jouw slotwoord zijn om hier aan toe te voegen? Wat moet de volgende stap zijn? Dat vind ik echt heel lastig. Zo zit ik niet in zorg. Maar ik denk, wat Steven ook zei, dat digitale. Ja. Dat is sowieso, zeker ook voor mensen die niet kunnen zien, is dat gewoon heel erg handig. En ik denk ook dat het de zorg innovatiever kan maken. En wat daarbij wel ook belangrijk is, zoals Margarethe ook al zei, doe dat ook met zijn doelgroep. Dus ja, nogal belangrijk. In Nederland. Test het dan ook met mensen uit verschillende doelgroepen, met verschillende beperkingen ook. Ja, precies. En begrijpen mensen ook om je heen, om je heen nu wat minder natuurlijk, maar met wie je samenwerkt, begrijpen die goed hoe jij aan het werk bent met al jouw technologische toepassingen? Ik denk dat bijvoorbeeld als ik kijk naar op mijn werk, bijvoorbeeld, dat mensen dat niet echt weten. Sommige mensen vragen ernaar. Ja. Maar het speelt ook niet zo'n. Er wordt niet zo vaak iets over gevraagd. Op mijn werk functioneer ik redelijk normaal. En vlekkeloos, vandaar. Ja. Nou, dat is mooi. Dan merk je het dus bijna niet eens. Nee, klopt. Dat is mooi. Dat lijkt me goed. Dat lijkt me goed om naar te streven, dat je het op zo'n moment niet eens meer merkt. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken, Gert-Jan Bauma van Friesland en Steven Hovenk en Margreet Schuur. Heel fijn om jullie je visie te horen. En ga zo door, hè, René? Nee, dank jullie wel. En tot ziens in het noorden weer. Ja, precies. Dank jullie wel. Tot dag. Ziens. Dag. Hi. Ja. Je ziet dan, hè, implementatie. En, ja. Het echt gaan doen, dat hoor je dan ook. Maar ook weer terugkeren bij die gebruiker en dan zeggen van, we moeten, wat zijn nou de details? En het dan niet overlaten, maar gewoon doorontwikkelen. Ja. Goed. Nou, fijn jullie gesproken te hebben. Wij gaan zometeen naar de deelsessies. Dat zijn hele interessante deelsessies. Om 11:15 is daarvan de eerste ronde. Dan kun je nog eventjes van tevoren even snel naar de wc gaan of een kopje koffie halen, et cetera. Als jullie dat straks doen, wil ik het graag even uitleggen, ga dan. Klik dan op terug naar entree, moet je doen in je scherm. En dan ga je naar deelsessies. En als je in deelsessies bent, is het nog belangrijk om ook te klikken betreed sessie. Anders gaat de deur niet open, bij wijze van spreken. En dan gaan mensen daar uiteen om allerlei dingen te doen. Welke sessies zijn er bijvoorbeeld? Wat weet je dat er allemaal gaat gebeuren? Ja, wat ik zelf wel heel erg mooi vind, is dat we gewoon een heel diverse aantal sessies hebben. Hè? Ja. Vanuit de GGZ, over implementatie, rondom ouderen. Hè? Als je praat over betrekken van doelgroepen erbij, is er ook een sessie op dat terrein. Ja. PGO-netwerk, waar het net al even werd gesteld. Zoveel is. Hè? Dus ik ben erg benieuwd hoe men het gaat vinden. Dus ik zou zeggen. Je hebt al gekozen, dus je hoeft nu niet meer te kiezen. Nee. Maar, en dan kun je de sessie betreden. En denk aan het leggen van contacten met mensen. Oh ja, dat was zo. Doen, jullie moeten op de chat moeten jullie elkaar vinden en dan afspreken. Hè? Dat mag. Mogen ze in die sessie ook doen, toch? Nee, vind ik wel. Ja. Ja, okay. We zien jullie straks. Heel graag zien we jullie weer terug. Want we gaan het natuurlijk nog wel even over hebben als iedereen daar geweest is. Om 11:15. Heel veel plezier. Wat fijn dat jullie allemaal terug zijn. Jullie hebben hopelijk hele interessante deelsessies beleefd. En nu zijn we weer even bij elkaar om daarover na te praten. René, we zijn ook eventjes zo in een paar sessies in en uit gestapt, hè? Ja, we hebben een beetje geshopt. Ja. En dat was leuk. Want we hoorden wat er dan interactie en leuke vragen ook over en weer gingen. Precies. En wij willen meteen eigenlijk heel graag van jullie weten. Jullie weten de chatfunctie heel goed te vinden. Er is al heel veel in besproken. We willen eigenlijk heel graag meteen van jullie weten welke tip je in praktijk gaat brengen. Of iets wat je gehoord hebt, wat je is opgevallen, waarvan je dacht dat. Ga ik zeker iets mee doen. Of iemand die iets zei, een gebeurtenis, maakt niet uit. We willen heel graag even weten waar je wat aan gehad hebt. Dus als jullie dat in de chat invoeren, kunnen we dat zo eens eventjes testen. Leuk. En we gaan nu terugkijken, even met een aantal. Dat gaan we zeker. Maar ik wilde eerst eventjes van jou horen. Ouderen hoorde ik veel in deze sessies terugkomen. Er werd in de chat ook al veel over gesproken. Dat het belangrijk is dat ouderen goed betrokken zijn. Er waren meerdere sessies over. Nee, er waren meerdere sessies waar ouderen ook heel goed vertegenwoordigd waren. Mm-hmm. En ook hele scherpe vragen stelden, vond ik. Ja? Dus dat was op zich ook wel mooi om te horen. En je hoort natuurlijk wel eens van, ouderen, wat moeten die nu met slimme zorgtechnologie? Maar ik denk van, hieruit merk. En ik denk ook de ene deelsessie rondom ouderen aan de knoppen. Daar werd ook duidelijk dat ouderen een handreiking hebben geschreven voor mensen die dingen ontwikkelen. Dus dat is eigenlijk ook fantastisch. Dan draai je het eigenlijk om. De gebruiker
is weer een beetje de les van vandaag. Dat was ook net nog een bijzondere chat. Mm-hmm. Ik dacht van, goh, van Elisabeth Floor. Mm-hmm. Dat is een collega uit het noorden. Oh, je kent haar. Elisabeth. Ja. Dus ik denk dat mooi. Die zei ook van, ja, eigenlijk is het ook goed om, voordat je met zo'n applicatie start, eerst een goede probleemanalyse maakt. En dat je dan eigenlijk ook kijkt en dat met de doelgroep doet. En dat, ja, een applicatie is een middel en geen doel. En ik denk, ja, dat is een prachtige waarheid. En dan daarna weer terug naar die gebruiker om te kijken hoe het verder ontwikkeld moet worden. Ja, dat hebben we vandaag als leidraad wel gekregen. Ja. Ja. En wij vinden het ook wel leuk. Oh, kijk eens hier. Er is al gezegd dat iemand wil starten met de moonshot. Interessant. Okay. Weet je wat dat inhoudt? Nou, laten we het even horen. Nee, dat gaat niet precies. En de moonshot en dan terug naar het nu. Trace Flapper zegt bijvoorbeeld verbinding leggen met platform Hattingen Verschuren. Aan de slag met technologie voor mantelzorgers. Ook een mooie doelgroep. Ja. En Zorg Thuis, even om jou blij te maken. Zorg Thuis gaat contact opnemen met Hattinga Verschuren. Dus die date staat. Hartstikke mooi. Dat is score 1. Goed, oké, want ze zouden contacten leggen met elkaar. Ja, precies. Nou, daar zijn ze dus heel netjes mee bezig. Fijn, laat dit lekker zo doorlopen. Dan komen we daar allemaal even op terug. Maar we willen nu eigenlijk heel graag even praten met een paar. We zullen zien wie we binnen kunnen krijgen. Sessieleiders van de deelsessies. Zoals daar is Erik Zwierenberg van Zorgplein Noord. Hey. Dag Erik. Ja. Hallo. Ja, daar ben je. Ja. Fijn dat je erbij bent. Je hebt net een sessie gedaan. Als je in één woord zou moeten omschrijven hoe die sessie was, wat zou dat woord zijn? Vliegt om. Vliegt om. Dat is, per vandaag is dat één woord. Ja. Dat is heel fijn om te horen. Meestal is dat een goed teken. Als je een uitspraak hebt, weet je nog een zin of iets wat iemand gezegd heeft die je zou willen aanhalen? Nou, vooral de grote herkenning van dat de druk groot is en dat samenwerken nodig is. En dat zie je dus heel, heel sterk terugkomen. De druk is groot. Oké, dankjewel. Dat was niet zozeer een uitspraak. Hebben we ook Sjoerd van Dekken, aanwezig. Sjoerd van Dekken, projectmanager e-health van Lentis. We zien je zo nog, Erik. Jongen. Hey. Ja. Hallo Sjoerd. Hallo. Daar ben je dan. Waar zit jij eigenlijk? Welke plaats? Ik zit in Friesland, Burgum, een dorpje bij Leeuwarden. Ja. Je kent het, René. Nee, het was ook heel erg glad vanmorgen bij jullie, volgens mij. Het was heel glad. Ik heb hem getest en mijn oprit loopt een beetje schuin. En ik kon glijden naar beneden en gelukkig weer op tijd terugkomen. Gelukkig. Maar het was echt heel glad bij ons. Je leeft, dat is mooi. Zonder gebroken botten. Als jij jouw sessie in één woord zou omschrijven, wat zou dat zijn? Ja, interactie. En dat was één woord. Omdat we daar natuurlijk ook heel erg, en dat was ook de bedoeling, maar dat vond dat ontzettend leuk. Mooi zo. Die interactie was er echt. Is er een uitspraak die je herinnert of iets wat iemand gezegd heeft in één zin, die je kunt zeggen? Ja, het ging over digitale zorg. Ja. En wat ik merk dat er ook wel wat negatieve gedacht wordt over online zorg, met al het videobellen en dat soort zaken. En iemand die benoemde, daar moeten we ook niet te veel op focussen. Misschien, in de zin van, en dan betrek ik dat op mezelf, ik werk vanaf maart al thuis en word er wel eens een beetje gek van. Ja. Maar zij benoemde, als straks de rest van de wereld weer normaal wordt, in de zin van je kunt weer naar je vrienden wanneer je wilt, je kunt weer sporten wanneer je wilt, dan is die focus op het alleen digitaal zorg, op digitaal werk ook veel minder, waardoor de waardering wellicht daarvoor ook hoger wordt. Dat is een goede gedachte. Dat komen zo nog eventjes bij je terug. We halen nog even Wim binnen, Wim Hodes, directeur van Gerrit en penvoerder van het PGO-netwerk Noord. Straks zijn we weer bij je. Hallo, penvoerder, wat is dat? De penvoerder is degene die de subsidies mag aanvragen en verdelen. Oh, aanvragen en verdelen. Oh, dat is dat. Ja, we hebben daarmee gelukkig ook een aardige vinger in de pap in hoe het PGO-netwerk Noord-programma er moet gaan worden uitgevoerd. Okay. Maar dat is de formele rol in ieder geval. Fijn. Hoe was jouw sessie in één woord? Je komt zo. Hoe was jouw sessie in één woord? Ja, ik moet zeggen, we hadden helaas nogal wat technische problemen, waardoor we pas een kwartier of 20 minuten later uiteindelijk bij al onze deelnemers aanwezig waren. Dus in één woord is het laat. In één woord was de sessie omschreven als laat. Helaas. Dat was erg jammer, want we hadden best wel een boel deelnemers. Of ze voortijdig zijn afgehaakt. Kun je een zin zeggen of een uitspraak die je is opgevallen? Want jullie hebben nog wat tijd gehad samen. Ja, opvallend. Wij waren aan het zoeken van hoe krijg je nou dat het gaat vliegen.
Zo'n PGO is lastig. Een lastig fenomeen om überhaupt te begrijpen. Dus dat hebben we wel proberen uit te leggen. Maar hoe gaat het nou werken? En dan zie je toch wel dat het een klein beetje sceptisch is. Maar vooral dat gebruikers heel graag door hun zorgaanbieders worden geïnformeerd en geadviseerd om PGO's te gebruiken. En aan de andere kant zie je dat zorgaanbieders toch nog wel heel graag willen dat gebruikers goed geïnformeerd worden. En dat ze dus ook aan de slag gaan met de PGO. Dank je wel voor zover. Dat was de één introducerende zin. Kunnen wij de andere er ook weer even bij halen? Het zou leuk zijn. Dan brengen we ze even bij elkaar. Erik, Sjoerd en Wim samen in een scherm. Ik ben eigenlijk wel benieuwd bij jullie alle drie. Van wat het, of het nog tips zijn op, heeft het tips opgeleverd waar we ook wat mee kunnen de komende tijd? Nou, Erik? Om te openen. Er was één vraag die we gesteld hebben. En die kwam eigenlijk voort uit een opmerking die vorige week langskwam. Van pilots zijn niet nodig. Je moet een visie hebben. Je moet gewoon gaan. Bij ons was eigenlijk iedereen er wel van overtuigd dat je gewoon pilots moet doen. De techniek moet goed zijn voordat je het ook echt groot gaat implementeren. Oké. Okay. Sjoerd, heb jij er nog één? Een tip die in jouw sessie naar boven kwam? Ja, meerdere. Een van de dingen was ook toch ook weer de rol van digitale vaardigheden. En dan niet alleen digitale vaardigheden als in weten hoe de systemen werkt, maar ook weten hoe je in het geval van digitale GGZ-zorg online kunt behandelen. Dus ook daadwerkelijk weten hoe je die online elementen dan ook goed in kunt zetten. Dat was een hele belangrijke. En om het vast te houden wat we hebben geleerd in de coronacrisis, is het heel erg van belang om dus die digitale vaardigheden te faciliteren. Maar ook een visie en beleid te hebben op hoe je dat dan in die teams vast wilt houden. Ja, dat klopt. Oké, mooi. Wim, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Iets van tips die jullie in die korte tijd dat jullie bezig zijn geweest boven tafel hebben gekregen? Technologie gaat altijd mis. Ja, dat geldt voor beide kanten. Vergeet de eindgebruiker niet. Hè? Dus inderdaad de gebruiker van het PGO, maar de eindgebruiker aan de andere kant, de zorgaanbieder. Ja. Beide moeten ze goed in beeld zijn. Ja, dat klopt. Dat is echt de moraal van het verhaal vandaag. Mogen we jullie heel erg bedanken voor het erbij zijn en een sessie leiden. Hoe lang die dan ook duurde en voor jullie mooie conclusies. En ga zo door. Tot ziens. Hartelijk dank. Dankjewel. Tot ziens. Ja, kijk hier. Er zijn een aantal initiatieven die ook worden aangehaald. Zoals het is goed om studenten en ouderen te verbinden. Zie je daarvan? Heb je daar wat vaker van gehoord? Ja, dat zie je natuurlijk de laatste tijd ook veel meer gebeuren. En ook studenten in het helpen van ouderen om ze digitaal vaardig te maken. Ja, zo'n student die langskomt om even... Ja. Het mes snijdt aan twee kanten. Hè. We hebben natuurlijk ook soms... In de coronatijd fietst daar natuurlijk wel tussendoor. Maar stageplaatsen. We hebben in het kader van burgerschap dat jongeren ook iets in de praktijk moeten doen. Of iets in de zorg. Dus ik kan me voorstellen dat je daar ook hele mooie verbindingen kan maken. En ook nu, in deze tijd van dat gebrek aan stageplaatsen die er veel is? Nee, ja, goed, je zou natuurlijk heel veel online ook kunnen doen. Ja, ik denk wat dat betreft, als je dat goed voorbereid, dan kan dat denk ik heel goed. Dat kan ook, ja. Nou ja, Paulien van der Meulen zegt ook samenwerken met oudere organisaties als ontwikkelpunt anders werken in de Zorg Friesland, vonden ze interessant. Het project Zorg Thuis gaat door. Onderzoeken of een effectmeting zinvol en haalbaar is. Dat zouden we moeten horen wat dat is. Die moonshot komt weer voorbij. Ik ben nog steeds heel benieuwd. Dan moet ik toch echt gaan leren wat dat allemaal is. En Jetsen zegt nog eens eventjes, betrek de eindgebruiker pas op het moment dat de technische oplossing is bedacht. Zo kun je er ook over denken. Ja, ja. Ja. Maar, nog even die moonshot. Oh, niet pas. Ik dacht al. Hè? Niet pas. Zouden we dat niet kunnen vertalen in van dat je eigenlijk een prachtig vergezicht maakt en een doel op zich zet. Hè, we willen naar de maan. Over korte tijd. Wat willen we de komende periode bereikt hebben? Ik denk dat dat op het gebied van slimme zorg ook een belangrijk is. Dat we dat met elkaar, en misschien is dat wel iets voor 4 maart. Als we met al die regio's bij elkaar komen. Wat is dan inderdaad het moonshot? Wat zetten we neer als eikpunt? Kunnen we hem ook vertalen. Het is waarschijnlijk nog een heel, misschien is wel een heel ander beeld wat er geschetst is hier. Maar zo gaan we hem vanaf nu gebruiken. Een moonshot. En het is goed dat je er even op terugkomt. Want op 4 maart ronden we inderdaad alle regio's af. Maar zover is het nog helemaal niet. Want er komt nog een nieuwe regio aan. En er komt hier eerst een hele week activiteiten aan. Ja, we zitten nog op maandagochtend voor 12. Dus dat we zijn net gestart met Noord. Dit is echt de kick-off van de week. En we hebben de komende periode de hele week allerlei sessies die we, die we hebben georganiseerd. We kunnen daar volgens mij wat van zien, van een overzicht van allerlei sessies. Want ik heb van alles gezien, iets over een Felix-app en over dat wonen en ouderen samen. Dat is heel belangrijk, Ja,
Ja, Platform Power doet rondom wonen en ouderen. Ja. Nou, we gaan het hebben over financiering. We gaan het hebben over geld. 24 uur per dag gezondheidszorg. Voor mij is het voor ieder wat wils. En ik hoop ook dat er echt goed gebruik van gemaakt wordt. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Wat ga je zelf doen? Wat ga je aan dit meedoen? Ik mag zelf 2 webinars doen. Oh, en daarna ga ik ook inderdaad wel wat dingen bezoeken. Want erg nieuwsgierig van wat er allemaal op ons komt. En ja, goed, het leggen van contacten en het samen innoveren. Ik denk dat de sleutel is. Dat wordt hier lekker nog steeds doorgekletst. Dus die verbindingen zijn gelegd. En ja, je moet natuurlijk wel het stokje doorgeven. Hè? Dat hoort bij de estafette. Ja. En we sluiten af met de regio Zuid. Ja. En aan wie geef je de stok door? Nee, ik mag de stok doorgeven aan Chantal van Spaardonk. Ja. Die is directeur van niet van het Zorginnovatiecentrum, maar van het Care Informatie Center. Dus op zijn Engels volgende week. Is dat noordelijke nuchterheid versus zuidelijke pretentie? Nee, niet, want voor mij lijkt Noord en Zuid heel erg op elkaar. Oh ja, het zijn eigenlijk helemaal niet zoveel verschillen. Hè? Nee. Wat allemaal reuze. Nou, ziet dat we ook in projecten dingen delen. Dus ik denk dat dat een mooi is. En de geestdrift is allemaal landelijk hetzelfde. Ja. Dat valt heel erg op. Ja. Alle informatie is te vinden op slimbezorgestafette.nl. Natuurlijk, activiteit bezoeken. Het is allemaal de moeite waard, denken wij. Zeker. Hoe vond je het? Was erg leuk. Ja? Wat vind je van zo'n studio? Nee, het was koud. Ja, nu niet meer. Nu is de temperatuur goed. Dus dat is lekker. Het was leuk. En ik wens je volgende week veel succes met Chantal. Ja, dankjewel. Ja, dat zal wel wennen worden zo naar jou. Ja, heel erg bedankt voor je erbij zijn. Echt. En jullie ook allemaal bedankt. Heel fijn. Praat gerust nog eventjes met ons door in de chat. En laat ons nog even weten wat je ervan vond. Of wat je nog wil. Of wat je nog voor vragen hebt. Want alles wordt heel goed gelezen. Heel grondig kennis van genomen. Zodat er gebruik van gemaakt kan worden om goede initiatieven te ontplooien. Zo is het toch? Zo is het maar net. Oké. Hartelijk dank. Tot ziens. En wie weet...